Waarom is nou de opname van dat gesprek tussen die ontvoerder en die receptionist van het Okura Hotel onvolledig? Overigens, die receptionist was niet een politiemedewerker. Nee, klopt. Hij, beter geloof ik niet, had hij het kunnen doen. Zelden zo'n fraai staaltje van trekken en tuitrekken gehoord. Maar de opname is niet compleet. Want er is nog een keer teruggebeld. En dat is niet opgenomen. Waarom niet? Dat klopt, omdat er een vrij fors aantal Okura-lijnen zijn die allemaal bewaard konden worden. 39, moesten worden. Om precies ja, te zijn. Dat is al een heleboel. En dat betekent dat je wel lijnen kunt beluisteren, maar niet allemaal met een bandrecorder kunt voorzien. De Nederlandse justitie is niet in staat om 39 telefoonlijnen op één adres af te tappen. De Nederlandse justitie is in staat om zoveel lijnen tegelijk te beluisteren, maar niet allemaal tegelijk te recorderen. Want dat betekent dat je een gigantische operatie in het Okura Hotel moet gaan doen. En dat wilden we ook niet. Meneer Stietsma, dit is een gigantische operatie. Maar een gigantische operatie niet in het Okura Hotel, want dan zouden we op moeten vallen. En dat betekent dat u moet dat in het Okura Hotel? Ja, natuurlijk. Dat betekent dat je een geweldige telefooncentrale van het Okura Hotel, daar operationeel voor moet maken. En dan val je per definitie op. Techniek is een goed hulpmiddel, meneer De Graaf. Maar kan af en toe ons wel eens in de steek laten. Ja, ik zit me alleen afvragen of de ontvoerders niet incalculeren dat u zoiets afluistert. Dat is best mogelijk. En zich daar niets aan gelegen laten liggen. Gebruiken het middel telefoon. Ze zijn toch niet gek? Ze begrijpen toch dat u alles doet stiekem op de achtergrond. Maar wat in uw vermogen ligt. Dus. Of juist denkend aan die 39 lijnen. Dat ze dan een maximale kans hebben om ons te ontwijken. Meneer Munting. Het punt van de losgeldoverdracht en de rol van de pers daarin. Hoe laat is dat losgeld nu precies neergezet? Dat is neergezet iets na 5 uur. In de vroege ochtend. En hoeveel persmensen waren er volgens uw informatie op dat moment nou in de directe omgeving van dat punt? Dat tunneltje met die beuk. Op dat moment van de losgeldoverdracht bedoelt u? Ja. Ik kan niet precies aangeven hoeveel dat er geweest zijn. Maar dat er in die omgeving persmensen aanwezig geweest zijn, is een duidelijke zaak voor ons. Op dat moment al? Op dat moment. Op dat moment is geen berichtgeving ontstaan. Op dat moment is niet een filmploeg aan het filmen geweest. Nee, de filmopnamen die zijn gemaakt, die zijn geruime tijd later gemaakt. Dat moet zich hebben afgespeeld omstreeks 9:15 die ochtend. Dus enkele uren na de losgeldoverdracht. Hebben de persmensen die aanwezig waren op het moment van de overdracht van het losgeld nu wel of niet die overhandeling van het losgeld gefrustreerd? Zijn ze opgevallen? Hebben ze de aandacht op zich gevestigd? Waren ze makkelijk waarneembaar voor iedereen? Ik heb niet de indruk dat de persmensen onmiddellijk, dat wil zeggen bovenop de plaats van de losgeldoverdracht hebben gezeten. Maar ergens in de omgeving. Dus wat dat betreft heb ik niet de indruk dat men een bepaalde rol heeft gespeeld op het moment dat de zak is gevuld met het losgeld, dan wel dat hij is weggehaald. Geen rol gespeeld, de pers? Op dat moment, denk ik. Meneer Bot, volgens de verklaring van meneer Zwartendijk van Ahold vanmiddag op de persconferentie in Bloemendaal heeft, dan moet ik even voorlezen, een beperkt aantal media een spoedige afwikkeling van de zaak hij nadelig beïnvloedt. Vindt u dat ook? Ik vind dat een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat door de beelden die vertoond zijn, met name bij de afgifte van het losgeld of de opnamen die daarvan daarna gemaakt zijn, dat die bij de ontvoerders een bepaalde indruk hebben gegeven van de mate waarin de politie daar aanwezig was. En het is ook niet ondenkbaar dat dat geleid heeft tot uitstel in het nadere contact, wat ze kennelijk wel gewild hebben. Maar u zegt het is niet ondenkbaar. Ja. Hebt u concrete aanwijzingen om te zeggen de pers of enkele media hebben een spoedige afwikkeling in de weg gestaan? Nee, ik denk dat zolang wij dat niet uit de mond van de ontvoerders zelf horen, dat we daar alleen maar over kunnen speculeren. Hebben de ontvoerders achteraf nog iets laten weten over hoe zij aankeken tegen de rol van de pers in deze zaak, nadat ze aanvankelijk 1 keer hadden gezegd geen voorpagina nieuws? Ze hebben te kennen gegeven dat er wat dat betreft in strijd met de afspraken was gehandeld. Daar hebben ze in een brief iets over geschreven? Ja. In meer dan 1 brief of in 1 brief? Daar wil ik verder niets over zeggen. Meneer Munting, is inmiddels bekend hoe de losgeldophaler is weggekomen? Dat is niet bekend op dit moment. U heeft al gehoord dat later is vastgesteld
dat de zak met inhoud was verdwenen. Meneer Sietsma, zijn er technische voorzieningen getroffen om die tas te kunnen volgen? Of om de diamanten en het geld te kunnen volgen? Laat ik het eerst stellen voor de tas, want het is overgezet. Ja, het is duidelijk dat als wij bepaalde operationele maatregelen nemen en er zou een techniek bestaan en we zouden er gebruik van gemaakt hebben, dat we dat niet zouden zeggen. Nee, daar hebt u gelijk in. Hebt u er een verklaring voor dat de ontvoerders ervoor hebben... Ik heb steeds begrepen, bij alles wat ik over ontvoeringszaken gelezen heb, dat voor de ontvoerders het gevaarlijkste moment is aangebroken als ze het losgeld moeten aanpakken, of overpakken, of hoe je dat wilt noemen. Nou hebben deze ontvoerders ervoor gekozen om dat risico twee keer te lopen. Om één keer langs de Rijksweg geld aan te pakken en nog één keer ergens anders. Waar, dat is dan nooit duidelijk geworden. Hebt u daar een verklaring voor waarom ze vrijwillig twee keer zo'n risico lopen? Nee, daar is geen rationele verklaring op dit moment voor. Want je moet dan inderdaad twee keer risico's nemen. En dat betekent ook dat er ook net zo goed betwijfeld kan worden of het wel de opzet geweest is van de ontvoerders om de tweede helft van het losgeld daadwerkelijk af te leveren. Dat ze wellicht hebben gedacht, we pakken de ene helft en de andere helft gebruiken we als middel om tijd te winnen en de politie nog dagen aan het lijntje te houden. Ja. Precies. In dat geval hebben ze maar heel weinig geld in handen gekregen. In totaal 450.000 gulden. En een heleboel waarde aan diamanten. Ja. Maar wat je daarvoor kunt krijgen is natuurlijk weer een andere vraag. Heeft meneer Munting, die Ahold-medewerker die voor die dichte deur in Arnhem stond, nog overwogen om de pui of de deur maar in te rammen met zijn auto? Nee, dat denk ik niet. Omdat ook van zijkant ernaar gestreefd moest worden om geen buitenstaanders, en daar versta ik op dat moment dan ook onder, bijvoorbeeld de lokale politie te alarmeren. Om dus te voorkomen dat ontvoerders de indruk zouden krijgen dat de politie er toch vrij dichtbij zou zijn. Goed, meneer Bot, er is vanmiddag op de persconferentie gezegd, er zal niet meer met losgeld worden gereden. Geldt dat ook als er nu er zijn niet echt veel mensen meer die dat nog durven hopen of geloven. Maar als er nu een deugdelijk teken van leven van de heer Heijn zou komen, geldt dat dan ook nog, dat er niet meer gereden wordt? Nee, wat er vanmiddag gezegd is, is inderdaad gezegd ervan uitgaande dat er verder geen levensteken meer zal worden ontvangen. En mocht er inderdaad onder die voorwaarden nog eens een keer verzocht worden om alsnog te rijden, dan zullen we daar geen gevolg aan geven. Maar het zal u duidelijk zijn dat als er nog een duidelijk, en onder duidelijk versta ik echt een levensteken, waaruit blijkt dat de heer Heijn nog in leven is, dat onder die voorwaarden wel degelijk overwogen zal worden om nog een keer te rijden. Uiteraard weer na overleg met de familie en het concern. Misschien maar het daderbeeld. Er is gezegd, minder dan vijf. Ze hebben als achtergrond, of althans enkele ervan, diefstallen, inbraken, overvallen. En er is wellicht een vrouw onder de daders. Hoe komt iemand tot zo'n daderbeeld? Ja, dat is gedeeltelijk raadplegen van gedragsdeskundigen, gedeeltelijk ervaring, gedeeltelijk concrete aanwijzingen interpreteren. De Amerikanen noemen dat crime profiling, dus het profileren van daders. Veelal aan de hand van stille getuigen die achtergelaten worden. En dan wel de psychologische interpretatie van die stille getuigen. Als ik u een voorbeeld mag geven, wat mij te binnen schiet toen u die vraag stelt, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat als een auto onderzocht wordt en de dactyloscoop heeft de indruk dat er veel veegsporen zitten, dat er met handschoenen gewerkt is, dan kun je daaruit afleiden dat de dader in dit geval criminele antecedenten heeft en dat zijn vingerafdrukken bij de politie zit. Ja, ik begrijp dat u over de concrete aanwijzingen die u in deze zaak hebt niks kunt zeggen, maar bedankt voor het voorbeeld. U hebt vandaag een paar keer gesproken over satanisch. U hebt gezegd, die ontvoerders hebben er een satanisch genoegen in gehad, de familie op deze wijze onder druk. U hebt gesproken over een satanische ondertoon in de brieven.
Dat soort bijvoeglijke naamwoorden, waar stoelt u dat op? Als in de brief geschreven wordt dat de heer Geijerheijn voorlopig niet meer piano kon spelen, en de brief wordt vergezeld met een kokertje waarin een gedeelte van de linkerpink zit, denk ik dat ik niet verder van deze kwalificatie af zit. Nee. Maar dat dat in de brief stond, wisten we nog niet vanmiddag. Dat zag ik bij deze. Is het juist dat de opsporingsgegevens van de ontvoerders, of om de ontvoerders te pakken te krijgen, pas vandaag naar alle politiebureaus van Nederland zijn gegaan? Ja. Dat is weer de afweging van die verschillende belangen. Dat wil niet zeggen dat wij niet bepaalde locatieonderzoeken gedaan hebben, bijvoorbeeld, die eerst voor zorgvuldig geanalyseerd zijn om af te wegen of die heer Heijn daar daadwerkelijk zou kunnen zitten, ja of nee. Maar voor de eliminatie van de sporen de lokale politie gevraagd hebben locatieonderzoeken te doen. Dat zijn er in totaal zo'n kleine 160 geweest, of meer dan 160 geweest. Maar de volledige opsomming van alle feiten, dat we daar de politie over ingeschakeld hebben, dat is weer een afweging van die verschillende belangen geweest. U hebt dus in die belangenafweging ervoor gekozen om het totale recherchepotentieel van Nederland, met al zijn macht en kracht en ervaring, 111 dagen buitenspel te laten staan, waar het gaat om het verstrekken van alles wat je hebt. En zeggen, bij het doen van je gewone werk, hou daar je ogen en je oren bij open. Dat klopt? Dat klopt. Dat klopt. Kunt u ook zien wat voor dubio wij steeds verkeerd hebben. Ja. Hoe groot is de bereidheid, meneer Munting, tot nog toe van de onderwereld om de politie te helpen? Ik denk dat de tips die wij tot op heden hebben binnengekregen, dat die uit brede kring afkomstig zijn. Dus zowel binnen als uit het als buiten het criminele milieu. Wellicht dat de beloning die nu op tafel ligt, dat voor bepaalde mensen een aanleiding is om de drempel die er wellicht tot op dat moment was, om die te overschrijden en met een goede tip te komen. Maar wat ik eigenlijk bedoel is, wordt er vanuit criminele kring al gereageerd op de onrust die u veroorzaakt door al die onderzoekingen? Want u hebt al heel wat boven water gekregen waar u helemaal niet naar zocht. Ja, ik denk dat het criminele milieu zich best bewust is van het feit dat deze ontvoering speelt. En dat het niet anders kan dan dat wij in het kader van het onderzoek stuiten op andere criminele activiteiten. En in de loop van dit onderzoek hebben we die ook steeds doorgespeeld naar de lokale politie. Kunt u zeggen hoeveel menskracht er op dit moment in het onderzoek is gestoken? Het recherchebijstandsteam dat werkzaam is in dit onderzoek, inclusief een aantal observatiegroepen, bestaat toch wel uit ruim 100 man. Dat zijn dus mensen die vanaf het begin steeds vanuit Haarlem werkzaam zijn geweest. Daarnaast zijn er regelmatig dus opdrachten doorgespeeld naar de lokale politie, die ook bepaalde informaties voor ons hebben ingewonnen, alsmede nogal wat locatieonderzoek hebben ingesteld. Dus al met al betekent het een en ander een behoorlijke belasting voor de totale Nederlandse politie. Dan zitten dus alleen in die centrale groep al 25 mensjaren in, van laten we zeggen een halve ton. Dat is al 12,5 miljoen gulden. In die orde van grootte en meer praten we. Ik heb op dit moment geen idee wat het totaal aantal kosten zal bedragen. Als u per man de personele kosten schat op een ton, dan zit u misschien wat aan de hoge kant. Ik zei een halve. Oh, een halve ton. Ja. Sorry, dan komt dat beter in beeld, denk ik. Ja. Maar de personele kosten, dat zal het grootste gedeelte uitmaken van de totale kosten.